Morgen de laatste dag van de DK. Ja, morgen gaan ze sluiten. Ja, zeker. Rijka lieve. Vrienden, ja, het is vandaag alweer een donderdag en mijn t-shirt zit ook niet goed. Nou ja, scheve dingetjes ook, zouden we zeggen. Ja, ik wil hem, wat wou ik nou doen? Ik moet lager. Nee, ik moet hoger. Denk, wat zit ik er, ja, zo'n beetje. Wat wou ik nou zeggen? Oh ja, ik zou zeggen, welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Het is vandaag donderdag 17 september en we leven om 13:36. Ja, ik ben al met Rijke uit geweest. We hebben een bak koffie achter de kiezen. Rebecca die zit buiten even te roken. Ja, ook voor degene die dat doet moet dat zelf weten. Dus dat moet dan ook gebeuren. Ja. En het is prachtig mooi weer. Het is een stuk, ja, het waait wat harder. Maar het maakt ook niet uit. Nee, dat heet je aan de kust. En het is een beetje frisser. Maar dat maakt allemaal niet uit. Ook hebben de diertjes allemaal eten gehad. Enkel Rijka laat het weer eens een keer staan. Ik ga de vuilnisbak eventjes doen. Dan ga ik de vuilniszak al aan mijn stoel verhangen. En dan komt alles goed. Ja, het wordt een dag. Ja, ik weet het even niet. Ik moet ook weer renderen. Ik hoef vandaag nog niet weg. Morgen pas moeten we naar de DK afscheid gaan nemen. Van personeel al daar. En dan neem ik Rijka mee. Ja, want dat vind ik allemaal... ja, ze zijn dan gek op Rijka. Dus die gaat dan morgen even mee om afscheid te nemen bij de DK. Ja, toch? Morgen de laatste dag van de DK. Ja, morgen gaan ze sluiten. De 18e. Nou, nee, want er zijn meer panden, hè? Ja. Anders zie je zijn de garen, wordt alles opgedoekt. Ze hebben in Niel den Helder en in de Schoten nog. Ja, precies. Maar nee, ze konden het hier niet meer de huur betalen, hè, want er waren hier te weinig klandizie. Dat het in die uithoek zit. Maar ja, merken we wel. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En we zien elkaar straks wel weer. Ik zou zeggen, tot dan. Doei! Hallo, lieve vrienden. Daar zijn we weer. Ja. Want, ja, ik heb nog maar één keer een film voor vandaag. En dat was nog voordat Rebecca was er al wel, ja. Ja, maar die was niet in orde. Die had heel veel pijn, waardoor zeg ik niet. Nee, niet door ziekte of wat dan ook. Maar ze had een behandeling gehad. En dat gaat jullie lekker verder niks aan. En daardoor had ze heel veel pijn dat ze kon amper zitten, lopen en doen. Ik had dan thuis gebleven, had dan je ziek gemeld. Maar dat had ze ook weer niet willen doen vanwege dat ze pas ziek was geweest. Ik zie haar nou in. Dat is lekker belangrijk. Ze moeten gewoon dan zorgen dat er een andere komt. Nou, ze hebben alleen nog weten de wc een beetje schoon te maken en ze hebben een beetje gezogen. Voor de rest is er niks gedaan. Nou krijg het ze zelf gebeld weer na haar werk. Van zo is het geval. En dat probeer ik te doen. Nou, voor de rest had ze dat ook zet niks kunnen doen verder. Maar morgen krijg ik dan een ander. Ja, dat rond 12 uur. Dus dan moet ik weer zorgen dat ik er bij tijd eruit ben. Ja. Dat, ik heb ook nou... De tweede is aan het individuopad bezig. Aan elkaar te maken. Eentje is daar al op YouTube. Deze gaat zo meteen ook naar YouTube. Ik heb al een plaatje gemaakt voor iemand anders als verrassing. Die heb ze ook al gekregen. Dus ja, dat komt allemaal goed. En er komt iemand bij me op schoot. Ja, nou.
Ja, meisje. Hé? Ja, meisje. Klein hoopje. Het begint er beter uit te zien. Ja, de ruggengraat, ja, die voel je uiteraard nog wel, maar er is heel veel voor nodig, maar in mindere mate. Ja, en de vacht wordt zachter. Hé, meisje. Ja, en ze is zo aanhankelijk. Hé? Lekker kippie, hè, steeds. Ja, hoe is het nekje begin? Oh, er komen alweer haartjes op. Hè. Ja, er komen alweer haartjes op. Ja. Hele kleine korte haartjes zie ik al zitten. Op dat stukje wat kaal geschoren is vanwege dat bloed afnemen. Maar het komt goed hoor. Ja. 15 oktober moeten we weer naar oma Dok toe. Nog even, mag ik je wel een kruikje geven? Ja, echt. Dan is het misschien wel koud, wat weten we ervan, hè? 15 oktober. Maar oké, bijna is dat klaar. Dat wordt er trouwens een klein filmpje, hoor. Maar wel net zo leuk dan de rest. Ja. En dan... kan die ook naar YouTube gebracht worden? Dan kan ik met Rijka gaan lopen. Dan kan ik, als ik terugkom, voor het eten gaan zorgen. Want dan lusten we ook wel weer eens wat. Ja. En Rijka, nou, die er eten, dat stond er van gisteren af al. Ja, ze had een paar hap genomen, maar voor de rest niet. En nou trof ik een vliegjes op het ding. Weg ermee. Ja. Normaal, ik heb het wel eens eventjes laten staan, maar er kwamen vliegen op. Nou, dan hoef ik het ook niet meer weg ermee. Ja. Dus ik denk dat ze niet helemaal in orde is of zo. Ik weet het niet. Hé, meis. Ja, nou, je bent ook lief, hè? Ja. Zeker. Rijka lief, hè? Potverdikkie. Is zo'n mooi meisje, hè? Karen die heeft afgelopen weekendje oogharen weggeknipt, hè? Ja, kun je tenminste beter zien, schat. Jo, mooi knap meisje ben je. Zeker. Och, gosh, knipoogjes doen. Hé? Nou, die is bijna klaar. Nou ja, nog een klein stukje wit. En de rest is een blauwe balk. En als die zo klaar is, is die blauwe balk ook weg. En dan kan die naar YouTube. Ja, dat was die. Dus ja, ik zal dat gaan doen. Hem naar YouTube brengen. Dan kom ik weer aardig een eentje bij. Want gisteren heb ik er ook 2 in elkaar gezet. Vandaag weer 2 in elkaar gezet. Ja, op hoop ik zeggen dat het morgen ook weer lukt. Maar ik wil morgen ook naar de DK. Ja, afscheid nemen. Hé? Gaan we afscheid nemen van de DK-markt hier, oh, hè? Ja, potverdikkie. Maar ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. Ga ik ook doen. Ja, ik ga lekker die vlog eventjes naar YouTube brengen. En dan ga ik lekker met Rijka lopen. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer. Doei, doei!